Olivia, wat gaan we eten? Pizza. Nee, we gaan absoluut geen pizza eten. Jawel. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondagochtend heel vroeg. Zondagochtend. Zondagochtend. En... moet je kijken naar buiten, de zon komt op. Oh ja, en we zijn net wakker. We wilden nu net naar het ontbijt gaan. Kijk. Mooi. Vannacht was het volle maan. En het was echt bizar. Hebben jullie al genoeg van dit uitzicht? Ik niet. Heb je dat gezien? En waarom val je mij even in de reden? Ik zag laatst op de vlog dat iemand dat had gezegd. Is ook echt waar. Dat ik jou in de reden val. We zijn gewoon te langzamer. Sorry, wat zei je? Wat ben ik? We zijn gewoon te langzamer. Dan ga je elkaar in de reden vallen. Je bent gewoon te langzaam. Oh ja, dat. Dat vond ik wel een mooie opmerking. Olivia, wat gaan we eten? Pizza. Nee, we gaan absoluut geen pizza eten. Jawel. Wat gaan we eten? Croissantje? Wil je het knopje drukken? Goed zo. Heb je lekker geslapen? Kijk hoe leuk. Ons hotel heeft dus een advent. Dat je elke ochtend zoek je kamernummer en dan zit er wat leuks in. Dus ons kamernummer is 107. Zie je hem staan, Sam? 107? Sorry, 107. Kijk ik er nou overheen? Oh ja. Wow, look at that. Sorry, 107. Oh, sorry. Oeh, cookies. Zwemmen, we zijn bij de ontbijtzaal. Zo ziet dat eruit. Olivia eet lekker croissantjes met aardbeienjam. Hey, ik neem jullie vandaag even mee, want we gaan skiën in het gebergte. Maar deze en deze, die blijven in het dal. Oké. Doei! Het toffe is dat als je buiten het seizoen skiet, dat je dan in ieder geval niet zo heel veel toeristen ziet. Maar wat minder tof is dat op een zondag als deze, gaan alle Zwitsers ook gewoon die lift in. Adenbode is een prachtig dorpje, maar buiten het seizoen moet je best wel een rit maken om naar het skigebied te gaan, wat overigens prachtig is. Je kan helemaal naar Lens. Je hebt extreem veel mogelijkheden om over een voet te gaan. Maar op een zondagochtend, als alle Zwitsers zelf denken van hey, de toeristen zijn er niet, dan kan je ook wel dus voor verrassingen komen te staan. Want het is eigenlijk de enige manier om bij dat gebied te komen. En die lift die duurt ook nog eens 20 minuten. Het is wel spannend. Het is koud jongens, gewoon min 12. Maar ik heb er zin in. Nou, ik ben boven. Ongelooflijk. Ik moest net gewoon, ik denk wel 3 kwartier in de rij staan voor dat kaartje. En wat ik zeg, buiten het seizoen, het is in Adelboden dan het enige liftpunt waar je het skigebied in kan. Dat is met kleine kinderen best wel een beetje een probleem, want je hebt gewoon in ieder geval in het voorseizoen niet vanuit het dorp zelf skimogelijkheden. Maar goed, als je hier dan eenmaal bent, dan heb je echt zo'n fantastisch gebied. Heel uitgestrekt, zeker voor een individu zoals ik vandaag. Het is echt super tof, dus ik heb er super veel zin in. Kijken of ik nog een beetje kan. Nou, het lukt nog steeds, maar... het is wel spannend, ik krijg al heel snel spierpijn. Bovenbeentjes en het is echt fucking koud. Min 14 of zo. Oké, ik ga zo meteen proberen even een stukje te filmen als ik aan het skiën ben. Maar dat wordt wel spannend, want dan kan ik stokken niet gebruiken. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ja, dit is super tof. Dit is een vader met zijn zoontje. En die zit aan een soort rood draadje vast. Of een soort, hoe kan je dat het beste noemen? Een leash. En zo leert deze vader dus zijn zoontje skiën. Nou, dat is echt te schattig dit. Kijk, ik ga het even langs kijken zien. Kijk, want dit is toch gewoon 100% fantastisch. Ja, heerlijk gebied. Je kan dus echt best ver. Ik ga nu hier naar onder, naar die stoeltjeslift. Even kijken of ik helemaal naar de top kan. Even kijken of ik misschien een beetje sneller kan dan dit, want dit is een beetje saaie
afdaling. En ik hoop dat mijn pas daar werkt, want ik heb een 4 uur pas voor bepaalde gebieden gekozen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dit gebied erbij hoort. Maar zoals je ziet, het gebied is echt super groot. Ik kan alle kanten op. En die sneeuw vandaag is echt, ja, gewoon helemaal fantastisch. Wauw. Nou, echt daadwerkelijk op het dak van de wereld. Ik ga het even laten zien, het is echt zo mooi. Ja, ik heb echt gegeven. Ik heb voor een raadzaak zang, dan ben je hier lekker terug. Goed, volgens mij is daaronder dus Lenk. Dus dat toont wel aan hoe bizar groot het gebied is. Dat is wel tof. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niet echt een beginnersgebied. Dan mag ik arrogant genoeg zeggen dat ik er niet zo heel veel last van heb. Maar ik kan me zo voorstellen, als je leert skiën, dat het best wel... je bent best wel direct gewoon pittig bezig. Heel veel rood, eigenlijk maar een klein beetje blauw, een beetje zwart. Maar goed, zoals ik al zei, voor mij alleen maar leuker. En ik moet ook eerlijk zeggen, kijk, het hele gebied is nog niet open. Dus heel veel pistes die zeg maar tot in het dal gaan, die zijn nog gesloten. Die gaan in de loop van de komende weken open. Maar het is een prachtige dag. Oké, ik ga weer even wat filmen als ik aan het skiën ben. Oké, cool. Nou, hier zijn we. Ik ga jullie nu meenemen in de dal afvaart. Terug naar Adelbode. En dat is zo'n verschrikkelijk mooi ritje. Dus dat kan ik jullie niet opnemen. Dat is natuurlijk altijd heerlijk. Mensen in het zonnetje. Oké. Zo. Nou goed, gaan we het zo beginnen. Het wordt wel spannend. Eens toch? Oké, maar check deze omgeving uit. Dat is echt prachtig. Oh, mijn batterij is bijna op, dus daarom gaat de hele tijd uit. Ah. Cool. Nou, dat is super jammer. Dan houden we deze op. Mijn skitochtjes. Doei! Oké, guys. Ik heb eventjes mijn iPhone aangenomen op de batterij van... van de vlogcamera is zitten, dat is echt super kut. Anyway, maar dit is echt zo mooi, dat kan ik wou jullie even niet zeg maar ontnemen. Oké, let op. Oké, ik moet hem even afsluiten. De batterij was op. En gelukkig heb je de ene afdaling nog wel gezien vanaf mijn iPhone. Ja, het is een prachtig gebied. Echt niet normaal. Kijk, we hebben nu een zonsondergang die echt niet normaal zo mooi is. En hier overal om ons heen helemaal niks. Wij gaan terug naar Nederland. Oh, zo vervelend. Maar Bibi wacht op ons. En daar heb ik super veel zin in. Doei! Hey guys, daar ben ik weer. Sander had de vlogcamera meegenomen en die is nu terug aan het hotel. Ben ik scherp? Nee. Die is naar de sauna gegaan en Olly en ik zitten hier. Olly kijkt kikker en eet een appel. En ik ben even aan het opruimen, want we gaan vanavond weg. En ja, na zo'n week heb je echt met de hele familie heb je zoveel spullen. Dus ik ben even aan het inpakken. En ik vind het echt jammer dat we aan dit uitzicht gedag moeten zeggen. Zo beautiful. Oké, wij zitten in de auto. Ik doe ook even een gezellig lampje. We zitten in de auto en we gaan naar huis. Helaas. Nelson, het was zo leuk. Ja, het was echt heel tof. Maar ik heb zoveel te doen, dus ik ben op zich wel klaar voor een nieuwe ronde. Ja, we hebben lekker koffie gehaald en we're gonna hit the road. Ja. Het is nog even rijden, uurtje of 7. Ik mocht zelfs. Ja, we gaan even via mijn vader. Dus, oh, wat aardig van jou, Gijs. Gaan we daar even een nachtje slapen.
Maar het gaat sneeuwen onderweg, dus dat vind ik wel een beetje irritant. Ja, het is tussen... Tussen hier en Amsterdam is heel veel sneeuw. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, dan zullen we... Dus ja, op een zondagnacht moet je je voorstellen, dat kan wel een probleem veroorzaken. Ja. Oké. Okay. En ter hoogte van waar gaat het dus? Ja, allerlei sneeuwbuien in Amsterdam, of in Duitsland. Alrighty. Let's see. En mist in Nederland. Want Duitsland... Ik heb dus echt koude voetjes. Dat is nu perfect. Niet dat je wil onderbreken. Maar... Meer onderbreken dan altijd dus. Olivia heeft koude voetjes. Maar ze wil haar sokjes dus niet aanhouden. Dat is trouwens nu wel wat warmer geworden. Oké, nou we gaan rijden. Het is even later en we hebben net echt een uur in zo'n erg sneeuwstorm gereden. We waren eigenlijk aan het twijfelen om vanaf te gaan. Maar toen dachten we, als we ergens gaan slapen, dan moeten we morgenochtend met maandagochtend verkeer in nog een sneeuwstorm weer de weg op. Dus we zijn doorgereden en eigenlijk is het best wel snel minder aan het worden. Kijk, het is nu... Je ziet het überhaupt niet eens. Zo is het nu. En kleine Olly ligt lekker te slapen achterin. Dus die wordt denk ik pas in Amsterdam wakker. Het is nog 5,5 uur naar Amsterdam. Voor de mensen die windsport gaan, ga je die met de auto altijd de wintersport of met het vliegtuig? Daar ben ik ook benieuwd naar. Is dat een Luxemburg kenteken daarvoor? Ja. Grappig, zie niet zoveel. Er wonen ook niet zoveel mensen in Luxemburg. Nou, nu zijn het hele dikke vlokken weer, hè? Of is het gewoon regen nu? Nou, wat je nu... Mistig? Ja, dat komt door de spray van de auto's aan de andere kant. Dus die... Ja, en vanaf morgen komen er weer vlogs. Hallo. Vanaf morgen komen er weer vlogs in, uit Amsterdam. Back to Amsterdam life. Zullen we een lampje aan doen of is het irritant op de weg? Irritant, hè? Ja. Dan moet je het even met donkere meedoen. Ja, vanaf morgen weer Amsterdam vlogs. Maar er komt een hele leuke mededeling aan binnenkort. Want Monica en ik hebben heel lang ergens aan gewerkt. En dat zeg ik eigenlijk voor het eerst nu. En dat komt binnenkort uit. En we vinden het allebei echt super leuk. En het is ook echt super leuk. En ik ben zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Over 12 dagen. Nee, 13 dagen. Laten we zeggen 2 weken. Over 2 weken gaan jullie het zien. Ik ben zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Echt. Ik ken dat. Ja. Dus dat gaat ook deze vlog met zich allemaal laten zien. En ik ga nog een Q&A filmen. Misschien kunnen we een boyfriend Q&A doen. Lijkt je dat leuk om te doen? Als je me uitlegt wat het is, dan... Ja, weet ik eigenlijk ook niet echt. Ik zie dat altijd bij titels. Volgens mij is dat zeg maar zo'n relatie Q&A. Hoe lang zijn jullie samen? En dingen wat je van elkaar moet weten en zo, weet je wel. Oh ja. Zullen we dat doen? Maar dan wordt het met vragen van het publiek. Nee, er is zeg maar zo'n tag online. Het is wel veel leuker om dat met vragen te doen van mensen die jou... Volgen. Hieronder kunnen jullie vragen achterlaten. 1 voor de gewone Q&A van mij. En 2 voor de Q&A met Sander. Ja, dat is super leuk. Dan doen we een mention. Weet je, een soort van die vroeg zo. Ja. Dat is echt top. Ja. Ja. Ik vind het nu wel leuk. Gaan we deze week filmen? Ja, dan gaan we onder de kerstboom gaan we alle antwoorden geven. Oh ja, de kerstboom. En? Die moet ik morgen echt kopen, San. Tenminste, de kerstboom voor foto's. Die met de familie gaat met z'n allen kopen. Wanneer zullen we die dan kopen? Volgende week? Nee, dat ben je er niet. Dat moet ook deze week. Ja. Misschien kan je weer een vlog takeover doen. Laat even weten hieronder als jullie het leuk vinden als Sander een takeover doet. Want hij gaat naar Chicago en Dallas, toch? Ja. Volgend weekend. Ik vraag er wel heel veel aan de volgende. Vraag heel veel, maar... Ja, ze moeten vragen bedenken, antwoorden geven. Nee, okay, nou, we gaan even gewoon een paar uur doorrijden wat saai gaat worden. Dus zien jullie zo. Oh my god, nou. Maar je wel,
zijn er bijna. Nog 96 kilometer te gaan. En het valt wel tegen, zo'n einde van de rit. Nee man. Ik was in mijn eigen bed zo te liggen. Het is nu 1:15, dus we komen om 1:30 denk ik thuis. En Olly heeft naar haar bedje tillen. En wat spullen uit de auto halen en dan lekker slapen. Ik heb wel spierpijn. Ja, van skiën. Ja. Waarschijnlijk gaan we alleen wel maar 4 uur slapen, want Olly wordt denk ik om 6 uur wakker. Maar ja, that's life. Kan Olly niet bij ons in bed? Slaap rustiger naar eigen bedje. Oké. Maar ik heb er zelf ook over nagedacht, maar beter van niet. Ik ga in ieder geval de vlog afsluiten vanuit de auto nu. Want dat ga ik sowieso thuis vergeten. En zo meteen als ik neerplof. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!